Hallo, mensen, pensen. En welkom bij een nieuwe video. Het is iets anders wat ik normaal doe. Ja, het is gamen. Oh, ik heb geen conditie, ik heb te veel gelopen. Dus, ik speel hier mijn actie Overwatch. Ja. Kijkers, die al heel lang volgen weten dat ik ooit eens Overwatch heb gespeeld. Dat gaan we kijken, Peter. Oké, als voor de mensen die het niet weten, dus bijna iedereen denk ik. Overwatch is een spel 6 versus 6. Er zijn verschillende mannetjes, wij zijn het team beneden. Aanvallers, die de meeste damage doen. Er zijn ook tanks, en die hebben veel HP en kunnen hun team goed beschermen. Dus die moeten echt ingaan. Er zijn ook healers, zoals ik hem ben. En healers, die kunnen mensen healen, die kunnen levens terugbrengen. Healers zijn heel belangrijk. En gelukkig hebben wij er twee. Ik en een Zendiata daar. Ik heel veel namen zeggen die jullie niet begrepen. Axel is daar met GameStars. Zijn naam is Groen. En zijn manneke is een tank, heeft dus heel veel AP. En ik kan een schild neerzetten, zoals je hier ziet, dat zijn schild. Ik kan schieten en ik kan granaten schieten die healen. Dus die levens erbij brengen. Voor de noobs die niet eens weten wat healen is. Oh, Axel, ga erin. Nee, oeps, ik heb iets anders gedaan, sorry. Ik bedoelde iets anders. Oh, zijn een capture, kom op, yes. Oh. Een rood ook, doe er moet je angezaand. Ga erin. En je moet recht gewonnen. Ik ben keihard aan het zelf healen, dat is echt niet gezaand. Ja, ik ben. Meneer, ik heb zeg maar zo'n ability, als ik dat doe, dan heal ik mezelf langzaam naar elkaar en anderen die in de buurt zijn ook. En voor de sprayen, zoals iemand het schok gaat kopen, als je heel veel wat schieten, je hebt sowieso een enige kogel. Ik ben gewoon het verschil aan het schieten. Ik ga het niet veel doen, want dat scheelt dus zeg maar 5000 AP. Je hebt heal, snel, gooi het erin. Boom, massa heal. Ultimazione, snel, schiet er doorheen. Schiet op al die niggas. Nice. Het doet heel veel damage, Axel, dat wist je waarschijnlijk al. Ja, eerlijk. Oh? Ja, die heb ik niet. Ik ben als een Reaper aan het healen, die is een beetje aan het struggelen met vuur. Veel zeggen geen dank als ik een heal, maar dat maakt me niet uit. Ik doe dit voor het team. Ja. Sommigen hebben ook gewoon geen tijd om dank u te zeggen. Of realiseren dat niet, dat ze geheeld worden, sommigen. Dat is helemaal niet erg. Ik ben niet zo het ene dan. Dat zegt ze van, nah, nee. Die zegt geen dank, you get niggard. Axel, ik doe wat ik kan. Ik zit als een Reaper aan het healen. Heeft iemand. En ik word gewoon letterlijk gemaild door een Hanzo. Ik kom ze achter mijn rug en ze zeggen, jeet op mijn kaap. Hanzo was die boogschut. Oh yes, jullie gaan met drieën. Ashen, Yata en jij. Ja. Het is gepakt, Axel. Oh, dat is een Yata. Ja, dan meteen neer. Ja, als ik inkom, ik doe alles wat ik kan om te healen. Jeet. Axel, ik heb alles gedaan wat ik kan om te healen. Oh, ik heb bijna super grappig gedaan. Ja, het is een Yata, dat is een ultimate. Oh. Nee, daar kunnen we niet spelen. Ik weet het, Axel. Maar we kunnen minstens nog ons best doen, hè. Oh, je kunt het. Kom, Axel, zie hem. Doe je ultimate cijfers als ik er ben. Of als gewoon veel mensen er zijn. Die sentry turret, echt waar. Oh, Zendiata. Dus een van onze healers is geswitcht naar deze jongen. Ja. En dat is geen healer. Ze hebben een healer minder. Maar om eerlijk te zijn, ik zag hem niet zoveel healen. Of ik kan wel veel geheeld hebben. Bastion, ga hier staan. Ja, nice. Is dit ook Bastion of niet? Nee. Oh. Ik ben gewoon gekild. Oh. Ik ben best en schiet ze nog even neer. Oh, hij wordt getaked, Axel, yes. Misschien winnen we het toch nog. Nee.
Onze Reaper staat hier. Ik kan hem even een beetje healen. En de Reaper heeft de game geliefd. Bijna, Axel. Echt heel fijn. Ik had toch mijn schild op, dat ik niet kan doodgaan. Blijkbaar heeft iemand dat kapot gemaakt. Ja, dat was kapot. Ik heb even al die sentry turrets kapot gemaakt, want ik vond dat een beetje irritant. Ja, tuurlijk, Axel, die doen damage. Oh nee, ik heb dat. Ik kom daar, plat barrier en ik doe een ultimate. Echt waar, hè? Kijk dan. Heel. Ga weg. Oh. Dit is nog maar de eerste ronde naar Axel. Ja, weet ik. Waarschijnlijk gaan we de tweede ronde verliezen. Want daar is namelijk de hobby van Axel en mij. Verliezen. Ja. Soms winnen we zo echt 80 potjes naar elkaar. Voor de mensen die zich afvragen, soms schiet ik een groene bol af. En als ik ik schiet er af naar L2. Als ik dan nog eens op L2 druk, dan schiet ik manneke, of ja, dan trek ik mannetjes naar die wolf toe. Die dicht daarbij, die daar dichtbij staan. Die bol kan ook zelf mannetjes naar zich toe trekken zonder L2, Axel. Oh, ik doe altijd L2. Dit is een best wel leuke map, als je wint. Valt me even niet. Maar in plaats van meteen een sentry turret, hè. En daar kan ik het niet tegen. Ja, ik ben ook gewoon meteen genoemd door al die turrets. Man, de kijkers willen niet zien dat we verliezen. Ze willen zien dat we winnen. Onze roadhog wordt ook gewoon gefocust door iedereen. Onze roadhog? Ja. Oh, lekker. Ja, ik zie het. Gewoon al meteen een Genji. Ja, dat is rode kant hier, zodat je terug in de battle kan geraken. Schat, ik ben gewoon de hele tijd aan het healen. Axel, gaat hij doorschieten? Schieten! En dan komt er net recht door. Oh, die turret! Ik haat Symmetra's. Dat is de man die turrets plaatst. En onze Axel heeft daar dan nog gekillt, denk ik. Nee, dat is toch, joh. Maar dat gaat altijd zin als opnemen, hè. Dan verliezen we altijd. Waarschijnlijk. Dat is gewoon de logica van het spellen. Als je opneemt, verliest je. Ik zit die sentry turret aan het kapot maken. En ik ben gewoon meteen weer dood. Nee, die hebben ook niet gedaan. En dan kunnen we niet doorschieten dan. En dan kunnen die gewoon volledig op ons focussen. Ik zit er gewoon de hele tijd op als ik van spawn loop. Weet je, die draken door heel de map geraken en nu mij ook hebben super veel gedamaged. Oh, nice. Ja, maar ik hoorde die granaat op die. Ja, nee, niet ga je. Ik vind het zo stom als zij de objective hebben, dan komen die nog helemaal naar achter om ons te killen, hè. Ja, echt, hè. Ja, moet ik het eigenlijk wel zien, de play of the game. Ik speel Hanzo nooit, want ik vind hem trash. Heb je een headshot, dan is hem wel goed. Ja, daarom. Hij is gewoon trash. Zo eerlijk dat je gewoon mensen kan insta-killen van 5 meter en van 50 meter. En niemand liked mij. Niemand heeft voor mij geliked, hè. Nee. Ja, ik heb 3 gouden medailles en 1 zilveren.
Ik heb 3 zilveren medailles en 1 gouden. Ik en 1 bronzen. Emulations, objective kills en objective time heb ik gouden medailles. Ja, hoor, dus dan kan hij ook weer op de objective komen. Je kan zo'n schild gooien en dan kan hij er gewoon blijven staan. Ja, maar als het hele team erop schiet, dan gaat er iets uit dood. Dat is dus eigenlijk altijd. Oké, ik wil geen healer zijn deze keer. Die anderen kiezen ook gewoon niet zo aan. Nagen ze niet. Ik ben in het spel, ik ben weg. Ja. Ah, mag niet uit. Ik heb ook nog niks gekozen, want ik ben aan het wachten op hun. Misschien doen ze dat ook. Oké, we hebben 2 tanks. En we hebben een healer, yes. Oh, een dan doe ik een soldier. Dat is Sombra. Ik weet het, ik klikte verkeerd! Sombra staat vlak naast Soldier. En mijn kast groeit altijd heel raar ofzo. Ik heb een heel schoele skin voor die. Normaal is hij heel oud, maar nu is hij heel jong. Oeh. Ik vind het zo leuk als mannetjes in hetzelfde team zitten, dan praat die soms met elkaar. Widowmaker zei tegen Diva, dit is no place for a child. Child. Kind. En dan zei Diva, who are you calling a child? Dat heb ik gisteren nog wel eens gehoord. Toen was ik Diva. Goed, maar eens opletten. Soms hoort je die praten. Oh, ik heb damage boost van Mercy. Ja. Boom. Well, Doomfist, ik heb hem. Ja. Ik kan ook healen naar Axel, technisch gezien. Ja, met de heel cirkel zeker. Oh, Maarten van de support, die net in een video. Ja, ik zou zeggen, negeer hem een beetje, maar ja. Ja, Axel, dank je om die hand zo daar naartoe te trekken. Even dikke damage. Ik doe mijn best, dus serieus. We moeten aanvallen, Axel. Als we hier blijven campen, dan kunnen we nooit. Kampen. Ik ben een Mercy aan het killen. Mercy is 1 apoe. Ik trek iedereen aan de bal toe. Oh, een Rainer. Zo, focus even op die Doom. Focus even op alles. Focus gewoon, Axel. Oh, ik wou net zelf healen. En toen killde hun een nigga mee met mijn scope. Een widow. En net nu we gaan winnen, ben ik weg. Dit is echt goed beeldmateriaal wat ik kijk. Ik player killstreak. Capture. Yes, ik heb ook nog even gecaptured. Ik zag zo in mijn beeld flitsen. Capturing. Oké, Axel. Let's go. Nigga. We schoten echt gewoon een heel chill op die Reinhardt. Ja, die stond daar en we hadden niks om te doen, dus ja. Het was een beetje durpie. Iets wat handig is, ik kan nu zo mijn heel cirkel gooien op de payload, en dan moeft hij mee, net zoals je schild. What? Axel, please move behind the barrier. En ik word ook meteen gefocust. Ja, sorry, maar ik had een Genji naar beneden geschoten. Axel wordt gesniped. Ik gooi mijn raketten erin. Doet gewoon niks en ik word ineens geraakt uit de lucht. Ey! Logics van alles. Maar Hanzo gaat toch gewoon weg? Ik heb er best mijn leven. En Hanzo is dood. En Ron is dood. Reinhardt is dood. En Widow killt mij voor de tweede keer. Ik haat een Widow. En ik haat ook Symmetra en ik haat ook mee. En ik word gerevived. Thanks, Mercy. Leuk liedje. Gewoon weg, Genji. You're some stupid ass niggu. Oh. Ik gebruik mijn ultimate. Double kill met mijn ultimate. Niet zoveel, maar het waren zo van die 2 irritante mannetjes. Widowmaker en Genji. En die zijn nu wel dood, dus. Reinhardt neer. Ik, pas op voor de Wukaroo, Axel, pas op voor de Wukaroo. Dan doen we een Boppie. En Bob valt van het cliff af. Nigga! Een mee kill onze Diva. Ik ga in en ik kill een mee. Diva heeft me ook geholpen, waarschijnlijk heeft hij ook de kill. Oh,
Oh, ik ga in voor een Junkrat. Junkrat is meneer. Ik heb al twee man geschoten. Oké, ik ga serieus. Ik ga even spectator. Voilà. I'm not trying to be activated. Heb je me nog die video zien killen? Nee, ik was dood. Oh. Je mag... Doe ik hem in spectator. Ja, nee, ik kreeg spannend. Maar Unsimetra. Unsimetra is gewoon een bukvat nigu. En nu krijg ik ook gewoon een... Oh, een kill met mijn Helix Rockets. Ik gooide die zo om damage te doen. Yes, thanks, Mercy. Thanks, even snel een tanks gooien. Rotuk is bijna dood, bijna dood. En hij hield. Oh, ah, hij is dood. Oké, weet je wat? Mij is ook weer dood. Ik heb een damage boost ultimate. Nice. Ja, ik ben ook een damage... Oh, wat geef die damage boost? Ik dacht dat dat dingen was. Ja, Mercy deed dat eerst en toen ik hem weer ultimate. Ja, dit Mercy had ook een ultimate. Oh! Boom, boom, boom. Play of the game bij Cyril. Hey, hey, hey. Oké, wat heb ik gedaan voor de play of the game? Ik killde die. En dan killde ik. Die, dat bedoelde ik met die video. En dan killde ik nog die. Dus 3 kills snel. Ja, lekker, lekker. 12, lekker. 17 eliminations. Ik heb een gouden medaille voor eliminations. Ik kan zo'n Mercy liken, Axel, sorry. Ja. Maar zonder haar was ik al een paar keer dood gegaan geweest, waarschijnlijk. Ik ook hoor. Oh, 2 gouden medailles. Ja, maar 2 minuten 16 objective time is ook een beetje logisch als ik daar een gouden medaille heb. Ik heb objective kills en eliminations. Ik ga voor de kills. Ja, no. I know. Ik hoop dat we weer hetzelfde hebben. Ik ga snel voor soldier. Oh. Ik hoop dat iemand healer gaat. Dit potje nog achter, dan ga ik de dingen stoppen. Kom aan, is onze Mercy weg? Ik denk dat onze Mercy weg is. We hebben 2 tanks. Dat wel. Dat is wel goed. 1 wrecking ball en 1 Orisa. Geen heel, kom aan, die 2 laatste zijn zo onbetaald. Echt hè? En we zijn in een nieuwe match gedropt of wat? Ah nee. Oh, we hebben 3 tanks. Kom maar, we moeten wel een healer hebben als we willen winnen. Echt hè? Als jij denkt, ik denk gewoon van boeien. Maar die gast heeft gewoon nog altijd niks hè, gekozen. Ik heb gewoon een AFK nick. Misschien is hij een beetje kakken. Misschien is hij een beetje kakken. Een dat is een 50-6, dan verliezen we sowieso, hè. Yep. Ik wil gewoon op je rug zitten. Waar zijn dat ik weet niet of het bij Ilman ook is, maar ik moet gewoon helemaal omlaag kijken naar springen. Kom, ik ga eerst een beetje op. Axel, waarom ga jij op? Ja, ik heb heel goed kapot, hè. Shield is bijna kapot. Oh, een rug van een Sombra. Nee, een geen Sombra, Axel. Oh ja. Ik heb het nog 2, dat weet ik wel. Dan was het een Tracer. Ik heb het zelf gezien, Axel. You ugly ass nigga. Ik moet maar even de healer spelen, Axel. Yep. En even dik geraakt door Reinhardt zijn dingen. Ik moet toch heel snel. Nee, pak Axel niet aan. Nu kill ik u. Nu ga ik u killen. Echt waar. Die mongies. Ja, ik heb hem. Zit ik Axel? Nice. Nico. Voilà, die is dood. Ik heb ook een Reinhardt, maar nu ben ik zelf ook dood. Ik had de Reinhardt gekillt nadat ik dood ging. Dat is kunnen, hè, Axel. Ja. No rest for the weary. Ja, Tifa zegt, I need healing. Tifa, wacht.
Ik wil je healen, ik wil je healen. Everyone, heal up. Maar Diva, ik geef je healing, dan word ik gekild door een stink tracer. Ik heb hier een healing. En ik heb net mijn ultimate gedaan, maar dan word ik gewoon meteen gekild. Dat is waarschijnlijk de play of the game. Ja, ik heb 9 AP, ik kan niet heal hoor. En je is weer dood. Ik heb bijna een Gorain hard gekild. Dat is gewoon deels maar ik zal meteen wat je die zei dat ze winnen, hè. Maar ik weet niet, 5 jaar of zo. En ik was gewoon meteen weer gefocust van. Vanessa is een kriest. Sorry, Gadagu, Double G, Double P. En Reinhardt is down, want ik heb hem gekild. Stink, Doomfist. Stink. Stink, Torbjörn, stink. Misschien heb ik wel zelfs de gouden medaille voor healen. Reinhardt komt op mij af. En hij is dood. Ik ben gestund. Oh, ik dacht dat die Doomfist van ons was, maar blijkbaar was dat niet. Onze Widow zit aan het snipen. Ja, duh. Wacht, kan die anders. En Hanzo is bijna dood. En Hanzo is neer. Oké. En Torbjörn ook. Oei! Ik dacht dat het niet dood is aan en. Oh, ik had even niet dood dat het niet. Pas op! Dat stinkt, Reinhardt! Focus gewoon meteen op mij en sterft. Hier, get healing. Nee! Oeh! Alsjeblieft, die Torbjörn. Iemand zei, ik heb healing nodig. En ik gaf die healing, want je weet, ik kan ook een beetje healing geven. Dan zei hij dank u en dan zei ik ook dank u terug. Yeah! Trouwens, onze Hammond heeft zijn ultimate gedaan, hè. Maar die mijnen zijn weg. Heel fijn, heel fijn. Oh! Oh nee, ja, die... Oh, die heeft gewoon net meegeraakt terwijl ik aan het healen was, hè. Die was gewoon aan het focussen op mij. Dat was zo eng, hè. Want ik zag zo mijn gele heelcirkel veranderen in een rode heelcirkel. Oh, ik heb een doelpist. We staan met z'n drieën op de dingen. Oh, onze Widow is gewoon... Nee, ik heb net mijn ultimate gedaan, maar ik word gewoon meteen gekild, hè. Oké, ik ben toch niet gekild. Ik heb nog 1 kill en een beetje damage kunnen doen. Als je schiet, dan zal... Nee, Doomfist. Ga weg, Doomfist. Sterf, Doomfist. 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 Is dood. Ik ben ervan het healen. Lekker. Ik pak die Hanzo. Ja, ik zal pakken voor die Hanzo. Pak hem. Het is niet 13. 13 is het. Ik ging ook wel even dan heel blij. Voilà. Ze doen dat, Bob. Oh, Mee heeft een ijsval gedaan. Dit is real. Ik doe die Bob mee, hè. Ja, dan deed die ijsval, zeg ik toch? Ja, maar nee. Toen ging ik dood en toen werd ik volledig de lucht ingeschoten. Door Bob? Ja. Bob die spawnde tegen mij aan en daardoor ging ik dood op zo. En oh, als ik zo doorgevallen heb, in de veld. Nee, het freeze effect van. Nee! Dat make hem freezen is zo OP, hè. Ik kwam nog met mijn checkpoint, ik zie hem mee. Ik raak niet met mijn raket en ik schiet hem gewoon helemaal dood. 1 AP mee heeft mij dan gewoon gekild, hè. Want als ik nog gefriest ben, kan die zo wat L2 doen, maar zo dikke ijspegels zijn op mij. En ik zit dood. Zo sad als ik hier zie sterven, hè. Ja. Oh, dat gaat helemaal goed. Eigenlijk ben... Dat bedoel ik met die mee, Axel. Dat bedoel ik met die mee. We hebben een Lucio, serieus. We hebben een healer. Wie was dat?
Dokter, blablabla. Ja, maar dat bedoel ik niet. Wie was Lucio daarvoor? Iemand. Maar welk manneke was die? Voordat die Lucio werd. Dat weet ik niet. Ik zag dat gewoon omdat ik zo die effecten kreeg. Haha, Hanzo. Hanzo down. Ja, je raket er een beetje verspild op de shields van Reinhardt. Ach ja, barrier damage van mijn profiel gaat dan wel omhoog. Ik gooi mijn raketten op dingen en is hij dood. Oh, ik heb zo weinig AP! En ik killde net een Reinhardt met zo weinig AP. Ik had die zo getouched. Kijk, je kunt het maar terugzien en dan kwam Tracer. Nee, ze mogen de checkpoint niet halen. Oh, oké, ze halen de checkpoint niet. Ik dacht dat die muziek gedaan werd, maar ze binnen de checkpoint halen. Wat had gedaan omdat we bijna klaar zijn? En bijna gaan winnen. Nog één win tenminste in de video. Jee! Oh, nu ben ik benieuwd wie de pot gaat hebben. Ja, ik ook. En de pot is trouwens play of the game. Ja. Maar wij noemen maar het pro's pot. Noemen het pot. Zoals ik eerst zei. POTG. Ja. Maar wij vinden het leuker om pot te hebben. Ja, nu had hij 4 kills. Sta ik ertussen? 22 eliminations. Ja. Hey, ja boy, en niemand liked mij. Oké, één iemand liked mij. En dat was ik niet. Kijk de video terug. Ik heb op je geliked. Maar allee. Ik heb wel een gouden medaille voor kills. En voor ik heb een gouden medaille voor healing Axel en voor damage. Dat is toch raar, Axel. Ja, dus was het hier. Oké, mensen, dit was het dan weer voor deze video. Nog even een box openen. Was het erin? Hopelijk pakken we een Messi. Nee, we kunnen niet. Hey, alleen maar trash. Wel een skin voor Arissa, by the way. Oké, mensen, doei!